En dan kijk ik naar meneer Van der Velde van het CVO. En ook u begint aan uw maiden speech, dus zult niet geïnterrumpeerd worden. Ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ik zou die luxe ook wel bij huis willen met een paar pubers. Voorzitter, daar sta ik dan. Toen wij eind januari ons aanmelden als partij voor de verkiezingen, hadden we niet kunnen voorzien wat er allemaal zou gebeuren. Overweldigend was de achtbaan waarin ik terecht was gekomen. Bijzonder gezegend voel ik mij dat ik hier nu mag staan namens alle inwoners van Oldebroek die aan CVO hun stem hebben gegeven. Gezegend, maar ook afhankelijk van God om, deze taak goed uit te voeren. Want het is zoals de psalmist al heeft geschreven in Psalm 127, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zoegen zijn bouwers eraan. Te vergeefs waakt de wachter. Als raadslid mag ik meebouwen aan de gemeente Oldebroek en heb ik ook zeker de functie van wachter als het gaat om de beslissingen die genomen worden. Ik ben me ervan bewust dat deze beslissingen soms makkelijk zullen zijn en soms heel moeilijk. Maar ik vertrouw erop dat de Heer de wijsheid zal schenken die nodig is. Daarbij kan ik het niet laten om de tekst aan te halen die sinds de verbouw van deze raadzaal helaas niet meer aan de muur prijkt. Uit Spreuken 9 vers 10. Het beginsel van de wijsheid is de vreze des Heren. Voorzitter, in dit hoofdstuk van het Bijbelboek Spreuken lezen we in vers 9. Geef onderricht aan de wijze en hij zal nog wijzer worden. Onderwijs een rechtvaardige en hij zal in zich vermeerderen. Het belang van goed onderwijs wordt hierin onderstreept. En goed onderwijs is afhankelijk van huisvesting, wat mij brengt bij het voorstel dat voor ons ligt. Voor ons ligt het voorstel tot verbouw van de huisvesting van de basisschool De Schaapskooi. Wij als raad zullen het met het voorstel gaan doen zoals het voor ons ligt. Als CVO-fractie hebben we hierin de vele punten gewogen. Voorop staat dat de kinderen op de school ruimte nodig hebben. Ruimte voor sociale en didactische ontwikkeling. En ouders mogen niet beperkt worden in hun keuzevrijheid voor scholen. Uit gesprekken die we hebben gevoerd komt ook duidelijk naar voren de onwenselijkheid van het langdurig opsplitsen van de school door twee klassen elders onder te brengen. Tegelijk zien we de onzekerheid in de toekomstverwachting van de leerlingenaantallen. De cijfers waarop destijds de bouw van het huidige schoolgebouw is gebaseerd, gingen uit van een krimp in de leerlingen. Nu, ongeveer 8 jaar later, blijkt dit onjuist. Daarnaast is in de huidige toekomstverwachting de onzekerheid welke invloed het in Wezep-Noord nieuw te bouwen IKC zal hebben op de leerlingenaantallen van de Schaapskooi. Daarom zouden wij als CVO graag zien dat met een goede tussenoplossing het besluit over de verbouw een paar jaar vooruit kon worden geschoven, zodat er meer zekerheid is over de toekomstige leerlingenaantallen van de Schaapskooi. Maar is dit een haalbare wens van onze fractie? Tijdens de commissievergadering is duidelijk geworden dat de bron ruimte heeft voor een benedenbouw en een bovenbouwgroep. Hetgeen veroorzaakt wordt door de inrichting van het IKC De Vlinder, welke de multifunctionaliteit van het gebouw in dit geval niet ten goede komt. Het mag duidelijk zijn dat wij als CVO het onderbrengen van een benedenbouwgroep van de Schaapskooi op een andere locatie zeker niet wensen en dat hiermee ook voor de duur van slechts enkele jaren deze optie voor ons is afgevallen. Verder hadden we als partij om tijd te winnen voor een goede toekomstig bestendige besluitvorming overwogen om units te plaatsen bij de Schaapskooi. Dit was geen aangegeven optie vanuit het college, maar als CVO doen we ons best om constructief mee te denken over manieren om de druk op de gemeentefinanciën te verlichten. Deze oplossing is tenslotte in het verleden meer gebruikt, maar blijkt ook een situatie te creëren waarbij de werk- en leeromstandigheden onwenselijk sterk verslechteren, waardoor onze laatste optie is vervlogen om op een later moment een beter overwogen keuze te kunnen maken.
Wij als CVO wensen op dit punt het college de opdracht mee te geven om bij de nieuw te bouwen IKC Wezep Noord aandacht te besteden aan de inrichting van het gebouw, zodat deze waar mogelijk wel functioneel wordt gerealiseerd. Zoals gezegd moeten we het uiteindelijk doen met wat er nu voor ons ligt. Een plan met afgelopen oktober geraamde kosten van ongeveer, afgerond, €500.000. Met een huidige stijging van bouwkosten is er echter maar één zekerheid. De kosten zullen vele malen hoger uitvallen, misschien zelfs verdubbelen. Wij als CWO zijn ook voorstander van een goed financieel beleid. De accountant heeft ons de boodschap gegeven dat we de hand op de knip moeten houden. We kunnen niet onbeperkt blijven uitgeven en vervolgens maar de rekening bij de inwoners neerleggen. Het wonen in onze gemeente is al niet goedkoop en wij als CVO willen ons daarom ook hard maken tegen een verdere stijging van gemeentelasten voor onze inwoners. Het eventueel toekennen van dit budget zal dus andere moeilijke keuzes met zich meebrengen, want de euro kan tenslotte maar eenmaal worden uitgegeven. Toch zijn wij als partij van mening dat goed onderwijs geen maximum prijskaartje hoort te hebben. Wij zullen daarom instemmen met de voorgelegde plan, erop vertrouwend dat het college de vinger aan de pols houdt om budgetoverschrijdingen waar mogelijk te voorkomen. Dank u wel.